Zo, we zijn weer thuis. Jij had nog wat gevonden over de duurzaamheid. Juist. Van. Ja, ik lees het even voor. Ze noemen het zelf eco-chic. Over de warmte. De sauna-banken zijn opgemetseld. Sauna-banga-lijst? De sauna-banga-lijst. Daar stonden wij niet op. Nee. De restwarmte van de sauna's wordt gebruikt voor het verwarmen van de zwembaden en de overige ruimte door middel van vloerverwarming. En het regenwater wordt gefilterd op het voordak en hergebruikt. Zonnepanelen helpen mee en het hele fort is ledverlicht. Nou, dus dat is best wel, ja. Best wel goed. Dus dat is wel fijn. Klopt. Dat we dan weer zonder schuldgevoel... Inderdaad, ja. Ze noemen zichzelf de duurzaamste sauna van Nederland. Dus dat hebben we dan wel weer... Ja, goed, dat is dan wel weer chill, inderdaad. Nog een tip hoe het nog duurzamer kan. Als je veel plantaardige gerechten op je menukaart zet, win je heel veel CO2-uitstoot mee. Ja, overal? Nou, ik word heel chagrijnig als ik niet lekker kan eten. En we hebben van tevoren, jij hebt nog gebeld, je hebt het in de mail aangegeven. Ik heb 2 keer gebeld zelfs. Ja, nou ja, wat er stond, ik las de mail nog eens terug en het stond er, nee, we zorgen dat er vervanging aanwezig is. Ja. En dat is... niet het geval. En dan voel je je dus zo de zeikende veganist. Ja. Heb ik. Zeg ik maar. Heb ik enorm. Ja, jij had ze nog een mailtje gestuurd, hè? Ja, ik had ze een mailtje gestuurd met ons boek erin. Want daar staan hele makkelijke recepten in. En ook een paar goede ontbijttips. Mm-hmm. Maar daar hebben we helaas niks meer op gehoord. Ben je ontspannen? Ik ben wel ontspannen, ja. Ja. En jij? Ik ook. Nou, doei.